Het sprookje van Dirk en Anneke, dat begon in het televisieprogramma Merit at First Sight MAFS, heeft helaas een bittere wending genomen. Hun huwelijk, dat aanvankelijk veelbelovend leek, eindigde in een nachtmerrie van onenigheid en pijn. In de laatste aflevering van het programma zien Dirk en Anneke elkaar opnieuw, dit keer voor de allerlaatste keer, onder het toeziend oog van presentator Carlo Bossart en de deskundige Patrick van Veen en Evelien Stallaert. Terugblikkend op een tumultueuze relatie onthult Dirk dat Anneke zich gedroeg als een tiran, en dat haar gedrag hem diep heeft gekwetst. Op een trouwdag voelde Dirk dat hij zijn droomvrouw had gevonden, en zijn inzet was om die klik en passie te behouden. Helaas ontspoorde de relatie al snel, en de eens zo veelbelovende verbindenis veranderde in een groot drama. De beelden van de trouwdag tonen een stralende Anneke, wat bij Carlo de vraag oproept of ze wellicht de schijn heeft opgehouden. Anneke ontkent dit echter en legt uit dat ze zich op die dag echt gelukkig voelde. Haar gevoel veranderde echter snel, en ze merkte dat ze zichzelf niet meer was. Dit was voor haar een duidelijk teken dat de match niet goed zat. Carlo confronteert Anneke met de harde feiten, ze heeft Dirk grof beledigd, onder andere door zijn gebit te bekritiseren en zijn leeftijd als te hoog te bestempelen. Anneke beweert echter dat dit niet zo bedoeld was, maar dat haar gevoel haar in paniek bracht. Dirk verwoordt de pijn die hij heeft gevoeld treffend. De vlinders zijn tijdens de huwelijksnacht door jou doodgeslagen. Het heeft me voor de gek gehouden, belazerd en diep gekwetst. De onthullingen tijdens deze laatste ontmoeting laten zien hoe een veelbelovend huwelijk uiteindelijk ten onder ging aan misverstanden en pijnlijke beledigingen. Het verhaal van Dirk en Anneke in Merit at First Sight dient als een waarschuwing over de uitdagingen van het vinden van liefde op onconventionele manieren en de impact van onverwachte wendingen op de menselijke emoties.